Zo, hele lieve YouTube-kijkers. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Welkom bij de Stofjes. Zondagmorgenpraat, we zijn er weer. Goed, rondje gelopen. Ging eigenlijk wel lekker. Ging eigenlijk goed. Ging, nou ja, niet top, maar het ging goed. Ik kwam nu uit op 6 minuten 11 per kilometer. Nou, voor in het bos om weer op te bouwen. Overigens over 4 rondjes. Dus daar vind ik hem nog niet zo heel erg slecht. En goed. Natuurlijk, het kan nog beter, maar daar wil ik ook naar werken. Ik wil het toch. Natuurlijk was ik weer wat aangekomen, dus we moeten weer af. En dan wil ik toch gaan kijken dat ik op een gegeven moment op 4 rondjes zeker een keer onder die 6 minuten kom. Dat mijn gemiddelde tempo onder de 6 minuten komt. Ik denk dat dat weer een mooi streven is. Vorig jaar gestreven had ik natuurlijk met mijn gewicht. Dat ik van 108 naar 100, 100 naar 95, 95 richting 92. Nou is het weer een beetje aangekomen, dus dan moet ik weer terug naar de 92, 93. 92 hoop ik eigenlijk uit te komen. En dan nu ook met dit en met hardlopen, dat bouwt natuurlijk ook weer op. Ik hoef nu minder vaak iets. Of ik hoef nu minder te letten op. Vallen, zeg maar. Nou ben ik sneller bij mijn gewicht. Dus kan ik uiteindelijk ook eerder gaan werken richting mijn tempo. En dan proberen uit te bouwen op lengte. Dus niet alleen tempo, maar ook lengte. Dus tempo kan ik dan op een gegeven moment gaan kijken op de 3 rondjes. Of nu op 4 rondjes. Met 4 rondjes dan zit ik op 6 minuten 11. Dan zou ik kunnen kijken dat ik op 4 rondjes zou moeten kunnen komen onder die 6 minuten. Als dat een bepaald gemiddelde is, dan zou ik kunnen kijken van ik ga kijken of dat ik dan wel wat langzamer loop, maar dan 5 of misschien weer gaan uitbouwen richting 6 rondjes. 5 is nog steeds een uitdaging. In sommige gevallen heeft het ook te maken met de tijd die ik heb of die ik juist niet heb. Omdat we weer met voetballen zitten. Goed, we gaan ook tegen de periode aankomen dat we dadelijk vakanties krijgen of vrije zondagen krijgen, zoals vandaag. Vandaag vrije zondag. Nou ja, goed, dan hebben we 4 rondjes, maar we hebben andere plannen gemaakt. Dus dan wordt het ook weer een stukje lastig. Daar zijn we dus mee, of tenminste, daar ga ik mij dus nou mee bezighouden. Om in ieder geval te kijken dat ik onder die 6 minuten kan komen een keer. In ieder geval op 3 rondjes. Ik probeer natuurlijk op die 4 rondjes onder de 6 minuten te komen. Ik denk wel dat het moet lukken. Als ik dan zie dat mijn snelste ronde 2 keer achter elkaar 6 minuten 4 is, dus dan zit je eigenlijk al onder de 5. Mijn hoogst gemeten tempo was 5:39, geloof ik. 5:36. Dat was mijn hoogste tempo die ik gelopen heb, maar dat was volgens mij het laatste stukje. Ik heb een soort met, ja, niet echt sprint ingezet, maar een soort met versnelling ingezet. Dus ja, dan krijg je daar een beetje een wijziging in. Maar goed, wat ga ik nu doen? Ik ga mijn auto in ieder geval parkeren. Dat lijkt mij handig en verstandig. Maar, zoals ik al zeg, we hebben een andere planning vandaag. Gaan we vandaag even wat, dat klinkt al raar, wat vuil wegbrengen. Maar op sommige plaatsen kan dat op zondag. En dat moet je toevallig weten. En nee, niet illegaal. Absoluut niet. Dus, we zijn weer thuis. Riempje afkoppelen. Handremmetje erop.
en uitgeschakeld. En dan zeg ik in ieder geval, mocht je deze weer leuk gevonden hebben. Even blauw duimpje omhoog. Eventjes abonneren op dit kanaal. Dan zien we jullie volgende week weer terug. Yes. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao.